Bij het kiezen van je nieuwe wasmachine zijn er een aantal zaken waarmee jij rekening moet houden bij het maken van je keuze. Ik ben Ilke en vandaag vertel ik jou welke wasmachine het best bij jou past. De trommelinhoud is eigenlijk een van de belangrijkste aspecten bij het kiezen van een wasmachine. De keuze wordt vooral bepaald door hoe vaak je wast en voor hoeveel personen. Doe je vaker kleine wasjes of heb je een klein gezin, dan kan je opteren voor een kleine trommel. Moet je vaker grote hoeveelheden wassen, omdat je een groot gezin hebt, dan kan je best kiezen voor een grote trommel. De trommelinhoud wordt trouwens ook bepaald door welk soort textiel je wil wassen. Wil je bijvoorbeeld af en toe domsdekens wassen, dan kan een grote trommel ook zeker van pas komen. Een tweede punt om in rekening te houden is de energiezuinigheid van je wasmachine. Bij een zuinig toestel ga je niet alleen minder stroom verbruiken, wat niet alleen goed is voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Sinds 2021 zijn de energielabels veel simpeler geworden en vinden we de energiezuinigheid van het toestel gewoon terug op een schaal van A tot G, waarbij A de zuinigste wasmachines zijn. Staat je wasmachine dicht bij je slaapkamer en wil je 's nachts niet te veel lawaai horen tijdens het wassen, dan kan het ook interessant zijn om te kijken naar het geluidsniveau van het toestel. Staat je wasmachine eerder bij een garage of een kelder, dan moet je hier wellicht minder rekening mee houden. Het geluidsniveau van een wasmachine tijdens het zwieren is tegenwoordig ook terug te vinden op de energielabels. Tot slot hebben veel wasmachines ook gebruiksvriendelijke functies. Denk maar aan de mogelijkheid tot automatische dosering van je wasmiddel, waardoor je kledij altijd met de juiste hoeveelheid zeep wordt gewassen. Of een stoomfunctie voor meer hygiënisch resultaat, waardoor je deze ook sneller kan strijken. Of wat met tijduitstel, zodat je wasje klaar is wanneer jij het wil. Wil jij nog meer tips voor je volgende aankopen? Abonneer je dan zeker op ons YouTube-kanaal en check zeker onze sociale media. Tot dan!